kwam terug. De video werd te lang. Dus ik heb hem geknipt. Uiteindelijk. Op het laatste moment. Dus het is een beetje lullig eind geworden bij het vorige filmpje. Maar welkom terug bij deze. We gaan verder met de passer rijden. Dag 5. Het einde. Zucht. Die bussen zijn dan soms wat lastiger. Moet je even op wachten en zo. Die zijn wat groter. Die hebben de ruimte een beetje nodig. Ik kan overal wat bij vertellen en bij elke bocht zeggen, ja, wauw, wat is het mooi, hè? Dus ik zeg al niet al te veel, maar wat is het mooi hier?
Ik vind het echt een hele mooie pas om te rijden. Eerst de Grimsel, dan de Furka achter elkaar. En het mooiste, nou, het voor mij leukste, die komt nog.
Inmiddels waren we best moe. Na 4,5 passen gereden, zeg maar gerust 5 passen gereden te hebben. Want ik 's morgens al naar de Dam gereden, toen 4 passen. En dus we rijden hier het dorp in op zoek naar een plekje waar we even kunnen uitrusten, drinken en nog eens drinken. En even wat te nuttigen qua eten. Een hotel te zoeken. We hebben het daar ter plekke links voor hebben het ook gevraagd. Nou, het was er geen plek. Dat was vol. En als je de borden goed leest, hadden we hier rechts kunnen parkeren. Hier gelijk rechts naast die auto. Dat bord heb ik over het hoofd gezien. Dus dan sta je echt. Dit bord. Ja, hier mag je dus niet staan. Oh, maar daar links is plek. Nou, dan gaan we daar links heen. Zet hem daar even neer. En uiteindelijk gaan we vertrekken. Ik was moe. Ik had er geen zin meer in. Om alles aan te zetten. Oh. En op een of andere vage reden doet de microfoon dus hier wel. Hoi. Vraag me niet waarom. Ja. Wellicht omdat ik iets heb uitgezet of veranderd. Geen idee. Hier doet de microfoon het. De interne microfoon. Waarom moet je nou zo lachen? Slim bent, ga je op dat middenstuk rijden. Nou ja, minder hobbelig. We gaan hier dus naar rechts. Ik hoop dat je wakker bent. We gaan gelijk draaien namelijk. Ik heb alleen mijn helmcamera aan, dat is eigenlijk niet zo handig. Weet dat ding. Oh, kijk nou. Ah, heerlijk. Rotzooi op de weg. Paaltjes. Kijk daar rechts is.
angst dat ik spring, dat die heb ik niet zozeer. Ik heb meer de angst dat ik val. Springen zal ik niet. Vind ik veel steng. Ja. Nou ja, Tom. Ja, we hebben het voorgaande jaren zo vaak fout gedaan. Oh, laten we eerst daarin rijden. Nou, dan willen we naar die en dan willen we naar die. En dan gaan we eerst 100 kilometer rijden. En dan zijn we hartstikke moe. En dan gaan we eindelijk aan die pas beginnen. Dan gaan we naar de kloten. Of je houdt dan nog steeds schijnig, hoor. Ergens ben ik er wel jaloers op. Nee, er is geen plek voor. Aha. Ja. Jij denkt dat dat past. Ik pak jou wel de weg niet meer weet. Het is tering. Ook gewoon vol in die microfoon. Oh, kijk naar rechts. Voorzichtig. Had jij alle koffers dicht zitten trouwens? Dat weet ik wel, heb je iets open gehad? Ik ook niet. Die bewolking over die berg heen. Zou wel kunnen betekenen dat wij dus zometeen de bewolking induiken. Geeft er niks aan, er komt ook niks aan. Ja.
Die punten. Nou ja. Jij krijgt een auto zometeen tegen je. Foei. We kunnen vragen of ze onze spullen willen wassen. We kunnen het vragen. Onderbroeken uitgesloten, maar shirtjes, dingetjes, sokken, who cares? Dat je een onderbroek niet vraagt, weet je, dat snap ik. Maar de rest, waarom niet? Dat snap ik. Denk jij er even over na. Ja, dat witte busje, dat zie je misschien ook. Dat is de eerste. Als je even wacht, dan kan ik om de bocht kijken. Vrij. En hier rijdt een fietser. Ik dacht even dat iedereen stil moest houden, maar dat is het niet. Hier mag je ook maar 60. Zie jij die fietser nou wel of niet? Zie jij wel of geen fietser? Links tegengesteld. Nee hoor. Dan had ik, er zitten maar stepjes eerder aan de grond. Nee. Maar heiwesteps raken de grond niet. Afhankelijk van de bocht zit echt mijn stepje aan de grond. Maar heiwesteps krijg ik niet aan de grond. Het zal niet heel veel schelen. Dat geloof ik. Nou, die komen echt wel aan de grond hoor. Thank you.
blij dat we dit doen. Hij is vrij, toch? Steentjes in de binnenbocht. Een heleboel naar boven. Even kijken vanaf waar. Hoor je me? Hel? Hel, hoor je mij? Hel? Er komt een bus naar boven. Als je links naar beneden kijkt, dan zie je mij, denk ik. Daar rijdt ook die bus. Er zijn er twee. Ja? Jo. Ja. Stijgend verkeer, hè? Daarom waarschuwde ik al. Wat zeg je? Wat dan? Die bus staat er boven. Ja? Die maakt een enorme overslag. Ja? Dus ja, die heeft gewoon. Ik kom naar beneden en ik denk: ik heb de bus in de bocht komen. Want dan heb ik de bus hebben gezien. Ja? Nou ja, maar ja. Dat is dus rekening houden met elkaar, dus. Hoor je mij nog?
Ja, hoor je hem alweer? Ja. Ah. Nou, jawel hoor. Heb je het dorp al in zicht? Ja, ja. Je bent die gast ook voorbij? Okay. Ben je die gast ook voorbij? Ik ben net voorbij. Ben jij die twee motorrijders ook voorbij? Nee. Nee. Ik zit er nog voor. Ah. Hallo. Die ene die rijdt echt continu op zijn rem. Ja. Nou, ik heb mijn lol weer gehad. Ah, ja, dat is heel eerlijk. Die twee die gaan langzaam. En ik denk, ja, show, doe je erop. Kom je te, pff, ga de kant van die Goldwing. Pff, ja. Ik zou jullie leren. Ja, dat was ook even lekker om te doen. Ik hoef het echt niet vaak, ik hoef echt niet heel veel gek te doen, maar dit was even lekker. En zo hard ging het niet. Ja, nou dat, ik kom precies zo over het randje kijken, ik denk, ah, er komt niks aan, hoppla, en gaan. Overstekend wild. Zelfs in mijn freefall ben ik sneller dan die twee voor me. Rood, rood, rood. En groen. Dank je. Zeg, ik ga niet zo overdrijven.
Waarom hou je me bij dan? Waarom hou je me bij dan? Een flitscamera. Tunnelcamera, dat is wel anders. Always welcome. Maar waar dan? Draaien? Ik ga nu helemaal van jou af, hè? Ja. We zijn inmiddels aangekomen bij Hotel Alpsu. Het was echt een hotel enigszins boven ons budget. Een mooie kamer, wasjes gedraaid. Dat deden we elke dag, althans met dank aan El. Een bijzonder hotel. Leuk, lekker gegeten. Oh man, dit had El en dit had ik. En het was... Binnen een paar seconden overdreven, maar het was gewoon lekker. Dat echt. En het toetje, dat was echt nog bijzonder op zich. Ja, zo. Daar betaalde je dan ook voor, dat weet ik. Maar ja, goed. Maar. Hier stonden onze motoren. Ik wilde op een gegeven moment linksaf het paadje omhoog draaien. Daar dus. En dat was best een stijl hellinkje met een heel gemeen knikje erin. En daar moest je echt niet stil komen staan, want dan stond je op je verkeerde been, letterlijk. Zo stijl was het dus ook ongeveer wel, zoals ik het daar nu laat zien. En dat gemene knikje zit rechts. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. En ik hoop dat het niet al te lang was. Groeten. Hoi hoi.